Het angstgevoel dat bij de samenleving heerst vanwege een eventuele samenwerking met het IMF is niet nodig. Dit zei financiënminister Armand Assijbersingh gisteren in het actualiteitenprogramma Q&A. De bewindsman zegt dat hij het gevoel van de samenleving begrijpt. Echter stelt hij dat er geen andere uitweg is dan in zee te gaan met het IMF vanwege de slechte economische situatie in het land. De vraag is, Sabob Sanga Unu, Sabob Mitunu, als we het niet gedaan hadden. Ja. Ja, want ik heb aangegeven dat de monetaire reserve bijna vervlogen is. En wat zelfs is gebeurd, is dat de mangoina money voor de spaarders in een kasreserve, voor sabakasreserve tori. Toch? Ja. Dus dat unomdo, dat had nooit mogen gebeuren. Maar una money, una monetaire reserve, we hebben een klein beetje en we zijn het aan het opbouwen. En we hebben goede stappen vooruit gemaakt. Maar we hebben nu hulp nodig. Maar met dat tegelijkertijd, waar Abif Harabroeke komt je zo strak. Want if what Libi go get for betan Libi, don't know doro. Dus met dat krintak hier kaga, if what Libi go get for be Libi, na nga paimang, want dan meneer takasan zuiver, if je tain tek paimang, in man paien wa gees, en dat no probleem tide. En if you want Libi go so doro, da uno doro da opina moro. Assijbersingh belooft dat hij er alles aan zal doen om het volk niet te laten pinaren. We spraken ook enkele burgers die hun mening geven over de samenwerking met het IMF. No man, ano de nodig man. Ano de nodig. Ano de nodig de magolen money. De man het draak onder de boezot, man de magolen money dan apotifolk et pina. De man zas doen dat penefirer. De man also nye wakamit ding. De man heeft pijf neks, olie neks, de man heeft pijfing. Na lante sorgu de man, umone sorgu de man. Dus als een stad mij denkt dat het IMF de man uit de mochiri wat tangala taxis heeft minimaal reimoro. Wat van olie, van liter olie koopt chawa SRD, 20 SRD. Dat van morei. Als ma memorei qua asset, nono memorei qua asset chawa SRD. Dat om memorei qua asset heeft minimaal liter olie chawa SRD of 20 SRD. Vijf, nono daar heb ik ba. Dat laatste taak omoro. Dat wat de detok. Hey, no Korea, a kondre ne draaiboom era brada. A kondre ne draaiboom, stref stref aan ne draaiboom. Nee, het is niet leuk. Waarom? De IM, wat je zei daarnet, ik weet, ja, dat hij ook winst moet maken en alles gaat duurder, 150%. En dat is niet de bedoeling als je de land gaat helpen en die persoon wil van de regering. Maar de regering moet nadenken, het is onmogelijk, omdat alles duur is, dan wat gaan wij nu doen? Want de stroom, water, die wordt dagelijks normaal gebruikt bij de overheid van de staat, van de land, toch? We moeten het duur betalen. Met andere woorden gaat uitbuiten toch. De armen worden armen en de rijken worden rijker. En die IM heeft niks te maken om met de regering te werken om een procent te vragen. Hij was zijn geld. Waarom de oninsere om je pinalukunono zei te kunnen naar Bigali om de. En loiko, loiko. En nu nog een in Nederland voor Simoro. Uno masorgo, igi osso nono. Dus, if me be de ing, liever abe libe. Nou, dat we be ustrif be struggle kon. Want we moro pina moro saudeja. Want we pai maf pai atranga. Unu na dem chimare isabitok. Unu da bakasi isabitok. De bigi man etak de maiset desani. Mas sa de maiseti, un seref no sabi. Isabi na lek te wam mai tegi wam chintak luku asandis naso ap chobri bina sandat isabitok. Madata langa kan ap chin seref veshitak eino. Sa mama betaki anotruyong. Dus, mi... Nee, maar ik me toen zie direct, if de man go do an deal naar de IMF, de man kan go se desen, maar if de man sap tak na gie wa goeie doel, da we snappen ga de man we join de man, if na from de stand, da uno de herre. No, man no wa go in hinderlak, tok isabi tak bigi wa. Lek feja Yusrif na wa go in hinderlak. If ye shi tak, hey, if me go le na money na manti, buru ya utek me me no, ma pay a money moro. Isabi tak dat, ma tok ye go le ne wi, kus I wan le na money. Isabitok dan, ja, dat je voor dem chin via boere want man af papa onderen nu de samen dat je dat wel accept. Assijbersingh zegt dat hij weet wat zich in de gemeenschap afspeelt. De bewindsman geeft echter aan dat het in de realiteit niet zo gemakkelijk is om in te spelen op de economische crisis.